Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. En je hoort het al. Ik ben helaas ook geveld door het verkoudheidsvirus wat hier heerst in huis. Heel fijn. Ik voel me verder niet heel min. Ja, vanochtend wel, maar ik heb even gauw gedoucht. En een paracetamol gehad. En gaat op zich nu wel goed. Bo gaat eigenlijk best wel goed al sinds gisteren. Ze heeft sinds gisteren alweer praatjes. Die Bo. Ja, Bo gaat wel. Jij nog niet zo, hè? Ja, nu wel iets beter. Ik voel beter. Me wel iets beter dan gisteren, inderdaad. Dus ik heb het idee dat de koorts weg is. We moeten wel nog wat dingetjes regelen. Dus we moeten helaas gewoon even door. We moeten daar nog even cadeautjes scoren voor Bente. Sorry. Bente is maandag jarig. We hebben al wel één cadeau, maar online bestellen hier. Ik heb nog niet echt de juiste winkels gevonden waar dat heel goed kan. Helemaal niet voor speelgoed. Dus we gaan even naar Jellevaren. En op zich heb ik er ook wel heel erg zin in. Want ik zie alleen maar deze vier muren in huis en onze tuin. Ik kom verder nergens. Dus ik heb de behoefte om andere mensen te zien. En om even ergens heen te gaan. Dus ik vind het ook wel leuk. Dus we gaan even met z'n allen even inpakken en richting Jellevaren. En daar is een speelgoedwinkel. Daar hebben ze ook een dollar store. De meiden gaan lekker naar school weer van de week. Ik hoop dat ze allemaal goed opgeknapt zijn dan. We hebben dus Bente haar verjaardag. En volgend weekend vieren we Bente hun of haar verjaardag met wat visite. Dus ja, veel plezier. Goedemorgen nog steeds, hè? Wat wel gezegd. Ja. Wij zijn ingepakt. We zitten met z'n allen in een auto. En we zijn onderweg naar Jellevaren. Ja, de kinderen. De kinderen zitten onder een deken, want de auto was koud van binnen. Het is min 22, dus het duurt even voordat hij warm is. En de motorverwarming. En de motorverwarming is waarschijnlijk stuk doordat hij droog heeft gestaan. Dus die moet ik waarschijnlijk weer gaan vervangen. Maar we zijn onderweg. Een uurtje, denk ik. Ja. En dan zijn we er. En we worden weer opgehouden door een kudde rendieren. En Jeroen zit weer achter het stuur. Dat betekent dat we alweer op de terugweg zijn. Ik heb gewoon van ons huis naar Jellevaren gereden. Ja, je mocht ook terugrijden. En ik mocht ook terugrijden, want ik vind het nog best wel spannend om in de sneeuw te rijden. Nou is de weg eigenlijk redelijk goed schoon hoor. Alleen je ziet gewoon wel echt ijsplakaten. Maar goed, met die spikes gaat het eigenlijk best goed. Maar goed, ik heb het wel gedaan. Ik heb wel één moment dat ik tegen Jeroen zei, oké, nu ga ik stoppen, want dan slip je wat. Maar hij corrigeert zich ook heel goed. Toen zei ik ga stoppen. En toen zei Jeroen, ja prima, ik wil best rijden, maar doe het maar gewoon. En toen heb ik gewoon doorgereden. Dus het ging eigenlijk heel goed. Schouderklopje voor mij. Oh ja, en dat wilde ik ook nog zeggen. We rijden hier dus op de E10. En we hebben heel veel dode rendieren langs de weg gezien. Ja, echt heel veel. Er zijn hier heel... Ik denk dat we er wel 50 hebben gezien. Al tussen het stukje van ons huis naar Jellevaren toe. En ja, die zijn allemaal aangevreten door vogels. Of je ziet grote bloedvlekken op de weg. Of alleen nog het karkas. Of alleen nog het karkas. Echt, ja, echt heel luguber. Ook echt heel sneu. Zout op de weg, hè? Ja. Er komen al die zout op likken. Dat is het. Wij moesten ook uitwijken op de heenweg voor een stel rendier. Omdat die gewoon de weg leeg aflikken, zeg maar. Vanwege het zout. Maar wat ik wil zeggen, de wereld is nog steeds heel mooi wit. En echt heel mooi. Die bomen hangen heel mooi vol met sneeuw. Dus echt geweldig om te zien. Ik zal je nog even wat beelden laten zien daarvan. Nummer 4 ongeveer sinds gisteren. Dat betekent volgens mij wel dat de verkoudheid van Bootje in ieder geval op de retour is. Ja. Hoe voel jij je nou? Ja, oké. Okay. In ieder geval al goed genoeg om te werken. Gelukkig. Ja, ik pak een doekje. We'll be right back.
weer thuis. Die meiden zitten even een filmpje te kijken voor de televisie. En wij gaan heel eventjes content shooten voor het merk Easy Trip. Wat wij toegestuurd hebben gekregen. En dat doen we natuurlijk even door het maken van een lekker vuurtje in de sneeuw. En jullie gaan het resultaat kunnen zien op onze Instagram pagina. Wat heb je daar, Bente? Een poster. Een poster, hè? In de puzzeldoos. Nee, Bente, en ik heb dus een puzzel er ook van. Ja, Bente heeft die puzzel uitgekozen voor de verjaardag. En die mocht ze alvast weer uitpakken. Zodat we er alvast mee kunnen gaan beginnen. Maar hij is echt heel tof. Er zit allemaal glitter hier op de doos. Dus dat betekent dat het... En Bente mag graag puzzelen. Dus dit is 1000 stukjes. En dat gaan we samen doen, hè? Precies waar ik van hou. Ja. Ik hou van planten en ik hou van mijn lievelings... Alle favoriete kleur is roze. Ja. Zij houdt ook van roze. En van planten. En ik hou heel veel van eten. En er is een serie van, want als je kijkt op de achterkant van de doos... Er zijn nog meer... Kijk, jij hebt nu die, maar je hebt ook deze nog. Dus je zou die kunnen gaan sparen. Dat je ze allemaal hebt. Dit zijn alle poppetjes. Weet je wat ik het mooiste vind? Ik hou van sneeuw. Ja, dat is de ijsprinses, denk ik. Dat is de ijsprinses. En dat is de plant. Ja, en dat is de water. Iets met water lijkt het wel. Dat is ze kieuwen heeft. Dit is dit. Wauw. Hey, maar ben je er blij mee? Dat is alvast één cadeau. Die andere krijg je echt pas maandag. Moet je echt verwachten tot je verjaardag. Afgesproken? Afgesproken. Hier in de kelder wordt het nu wel fris. Het is hier een graad of 6, wat zegt hij nu, in, uit. Ja, het is hier boven 6,6. En, ja, 6,16. Dus op deze level 6,6. En daaronder is het, op de grond is het 5,8. Dus op zich is het hier nog wel boven 0. Natuurlijk even in de gaten houden dat hier de boel niet bevriest. Maar buiten is het nu min 20 ongeveer. Dus af en toe even checken of het hier goed gaat. Dat we hier niet geen vorst hebben. Dan hebben we een groot probleem. Maar vooralsnog is het hier boven nul. Alleen even checken of die verwarming hier wel doen. Want ik heb niet het idee dat ze het doen. Want ja, er zit hier een of andere constructie. Deze zegt dus dat die power moet gaan geven. Dat loopt hier naartoe. Op het moment dat hij dus 10 graden is. En hij zegt dus in principe zou die dan nu aan moeten zijn, deze verwarming. Maar dat is die niet. Dus ik ga die ding er maar even tussenuit halen. Even, moment. Zo. En dan gaan we stekker er rechtstreeks in. En maar kijken of die doet. Maar ik heb niet het idee dat die iets doet, deze verwarming. Dus even wachten. Kijken of die aanspringt. Goedemorgen. Het is alweer zondagochtend. Of het is alweer bijna zondagmiddag. We zijn al wel eventjes op. Maar de dag begon vandaag met lekkage koelvloeistof. Again. Ik ben vandaag aan de beurt met diegene met koorts. En de hele mikmak Bente ook trouwens. Die is ook geveld onder het verkoudheidsvirus nu. Luna die zit lekker naast de kattenbak te plassen. Wat nog meer? Kan ik nog meer iets noemen wat niet goed gaat vandaag? Ik had een beetje een meltdown. Omdat alles even bij elkaar kwam. Ik kreeg een appje dat onze kat... onze kat ondergebracht. Een van onze katten ondergebracht bij een superlief gezin. Ze hebben ook nog heel leuk contact mee. Maar die stuurde vanmorgen een berichtje. Ik denk dat ik geen goed nieuws heb. We hebben Star, zo heet ze, al 10 dagen niet meer gezien. En ik denk dat we wel van het ergste uit moeten gaan. We blijven je op de hoogte houden. Maar we denken dat ze er niet meer is.
Toen had Jeroen dus ook nog dat de koelvloeistof lekt. Again dus. Waardoor... Nou, en ik was al vanaf 3 uur wakker. En de kinderen hadden ruzie. En op een gegeven moment ging bij mij even zo het lampje uit. En ik had er een glas. En ik smijt hem zo... Ja, heel dom misschien. Maar het was even uit emotie. Gooi ik hem in de wasbak. Ja, kapot. Kinderen schrokken ervan. Ik schrok er zelf ook heel erg van. Maar goed, het is even wat het is. Het is gebeurd. Dat is ook hoe het gaat. Het was natuurlijk al niet heel best met mijn mentale gezondheid. Het is nieuw. Een week lang niet of heel slecht slapen wil ook niet heel erg goed helpen. Maar goed. Eventjes uit het negatieve. Het is verder wel prachtig weer als in het sneeuwt weer. Heel leuk. Ik heb eventjes een kersteditie van de Red Bull leeggedronken. Dus ik houd er even vol. Jeroen is aan het werk. Dus ik hoop dat hij vanmiddag thuis komt. Dat dat allemaal goed gaat. Hij heeft koelvloeistof meegenomen. Extra. En hij heeft telefoonnummer dus van de buurman. Als er wat is, dan kan hij die ook altijd bellen. Misschien dat hij moet ophalen. Of dat hij vanmiddag even mee kan helpen kijken. Dan moet hij hem even in de garage zetten waar de trekker normaal staat. Om eventjes te kijken waar die lek dan vandaan komt. Want hij is ja net bij de garage geweest. Dus hij is net gemaakt. Zou niet moeten kunnen. Maar ja, natuurlijk. Bij ons wel weer. We gaan even lekker verder puzzelen. De puzzel die Bent heeft gekregen. Daar zijn we mee begonnen. Maar eerst even de plas van Luna opruimen. Want die heeft gewoon letterlijk voor de kattenbak geplast. Ik ben dus al begonnen, maar ik zal er even helpen. Want dat is niet helemaal de bedoeling. Dus tot zover. Ondertussen live verslag vanuit Nederland van de intocht van Sinterklaas. In Klazineveen, waar een gedeelte van de familie woont. Wel grappig. Nou, vieren we hier natuurlijk niet echt... Of nou, vieren we hier eigenlijk geen Sinterklaas, want ze kennen dat hier niet. Ze hebben daar geen... Ja, we zouden cadeautjes kunnen doen, maar ze hebben hier geen pepernoten, geen chocolade. Dus eigenlijk helemaal niks. Dus wij vieren dat hier niet. We vieren wat uitgebreide kerst. En we hebben tot vandaag eigenlijk niks van het Sinterklaasjournaal of iets meegekregen. Alleen totdat we vanmorgen contact gehad met de familie. En toen zei ik, oh, je mag voor mij ook wel de intocht van Sinterklaas op televisie terugkijken. Misschien is dat wel leuk. Nou, dat vond Bo wel leuk. En toen zei ons nichtje, die zei, oh, ik kan wel even bellen als we naar de intocht van Sinterklaas in Klazineveen gaan. Dus nu zitten ze live. Te bellen hebben ze een lijfverslag van mijn nichtje. Die dus laat zien dat Sinterklaas aankomt in Klazineveen. Nou, Bo vindt dat dan nog wel leuk. Ik moet altijd doen voor mij te zien wat ik heb gezien. En Bente die vindt het niet meer zo leuk. Nou ja, geeft niks. Hè. Hoeft ook niet. Bente is vandaag ook niet zo lekker. Dus we zijn samen eigenlijk een beetje in de lappenmand. En Bente is volgens mij ook een beetje moe. Ja. Of niet? Ja. Ja. Anders ga je even lekker chillen. Ja. Het is... Kun je niet zien. 3:30 geweest. En we hebben ons heel even aangekleed om naar buiten te gaan. Tenminste, Sterre en ik. Dus zoals je kunt zien is het al echt heel erg donker. Maar ik dacht, ja, toch eventjes naar buiten voor de neus halen. En Jeroen is inmiddels weer terug van zijn werk bij de bakkerij. En we hadden natuurlijk vanmorgen problemen met de koelvloeistof. Dus Jeroen heeft de auto in de garage gezet om te kijken wat er nu precies aan de hand is. En ik neem jullie even mee. Ga je mee? Papa is hier. Ja, kom. Kom. Nou, we zijn bij Jeroentje aangekomen. Valt mee of valt het tegen? Het valt mee, denk ik. Volgens mij was er één slangklem gewoon niet helemaal goed uitgedraaid. Daar drukte die heel langzaam, zag je ook heel langzaam. Zag je daar een koelvloeistof druppeltje ontstaan? Ja. Ook ik had er nu binnen staan, er lagen ook geen druppels onder, daar lagen ook geen druppels. Dus het is echt, gaat echt heel langzaam. Ja. Maar ja, het hoort niet. Maar na een paar uur. Ja. Is dus wel, dan gaat het dus wel zoveel uit dat hij een storing geeft. Ja. Man. Het is wel met die koelvloeistof. Ja, maar ja, die motor moet ik wel opnieuw vervangen.
Die motor is wel kapot. Ja, van de motorverwarming. De motorverwarming. Oh, ja, ja, ja. Ik schrok. Ik denk, nou, motor vervangen. Want daar zit geen thermostaat in. Die gaat gewoon door. Die is zichzelf gewoon verbrand. Toen er geen koelvloeistof meer in zat. Nee. Oké. Okay. Dus daar moet het nieuw in. Maar goed, dat is gewoon een kwestie van losmaken daar weer. Nieuwe erin. Kwanten kosten? Dit kost niks. Nee, dat snap ik. Ja, tijd. Maar ik bedoel, zo'n die motor vervangen. Is dat... De motor ga ik niet vervangen. Nee. Jeetje, Jeroentje. De motor van de Ford van motorverwarming. Dat nee, apparaat. Ik denk een eurotje op 90. Oké. Okay. Onderbaar. Niet meer de volle bak, omdat je natuurlijk al wel het andere materiaal nee, hebt. Ja, daar zit je nog. Dat moet er nog in. Oké. Okay. Dus. Poeh. Nou ja, goed. Hopen dat dit het was nu. Kunnen we hem hier niet laten staan, de auto, s'nachts? Je moet de trekker eruit buiten staan. Ja, of onder een afdak. Ja, hier gaat het natuurlijk ook vriezen als de kachel niet aanstaat. Ja, kijk maar. Ja. Oh, oepsie. En de trekker die gaat ook niet aan als die niet aan de stekker zit. Dus die moet ook, de motorverwarming moet ook aan. Daarom staat hij nu nog even lekker stationair te draaien. Ja, ik wou zeggen, maar hij doet het verder wel als in de accu is niet kapot door de kou of iets. Oh. Wie wilde hier heel graag wonen? Ja, wij. Ja. We kunnen alleen maar leren hiervan. Nou, inderdaad. Het is inderdaad een proces. Kostpatiënt. Volgend jaar maak ik die fout niet nog. Nee. Nou, top. Zijn we weer. Bepakt en bezakt. Lekker warm aangekleed. Ik heb net even gecheckt. En hij lekt niet meer. Ik zal jullie dan even laten zien wat er precies heeft gelekt. Het ging dus om de slangklem. Let op. Lampje aan. En zoals jullie zien. Even kijken. Daar. Als de camera meewerkt. Zo. Zo. Het is wel heel veel lichter. Misschien beter. Daar. Daar zit dus die verwarming in. Daar. En dan zit daar een gele slangklem, zien jullie daar? Een doppie. En daar verderop, in dat hoekje, zit een blauwe. Dat is de retour, zeg maar, van de koelvloeistof, van de radiateur, de radiator. En die zat niet goed vastgedraaid. Dus die lekte heel langzaam. Dus die heb ik even een tandje vaster gezet. Een uurtje gewacht, want hij drupt al heel langzaam, had ik gezien. Dus ik denk, ja, nou, dan wacht ik even een uurtje en kijk of er dan een drup onder hangt. En er hangt geen drup onder, dus opgelost. Maar de kachel brandt nog. Hierachter. Daar. En, dus ik laat de auto nog heel even binnen staan. Doe ik even de ventilator weer aan. Dan blaast hij ook echt warme lucht naar binnen. Zo vanuit de pijp, zeg maar. Hier, uit dit gat. En dan kan even de auto helemaal ontdooien. Dus ook vind je ook wel een keer lekker, denk ik. Even al het ijs eraf. En dan is hij weer helemaal de-iced. En dan is hij klaar voor morgen. De volgende rit. Kijk, de cadeautjes liggen klaar. Bent is morgen jarig. Ja, Bente wordt morgen 9 jaar. Dus we hebben de cadeaus ingepakt. Nou, de puzzel hadden we natuurlijk wel uitgepakt. Daar zijn we al mee begonnen, maar ik heb hem er even bij gelegd. We hebben nog iets leuks voor. Ik heb even een kaartje geschreven. Ik heb even wat postertjes uitgeprint. Hoe leuk is dat? En uiteraard de stoel versierd. Dat blijft een beetje een traditie. De verjaardagstoel. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Slingertjes hangen. Wij gaan naar bed. Het is 10 uur. Morgen doe ik. Morgen doe ik. Maar wel feest. Goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend en Bente is jarig. We waren allemaal heel vroeg. Je mag ook eerst het cadeau openmaken wat je wil. Oh. Lieve Bente, vandaag. Woordje.
alweer. Even wachten, Sterre. 9 jaar. Het is dan ook al 9 jaar geleden dat jij mij voor het eerst mama heeft. Ja, papa. En ik zie super leuke lijf. Je. Leuke. Leuke. Dans! Dans! Want. Dans! 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 Even wachten, Ster. Papa! Oh. Even wachten. Ja. Ja, 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 ja! Dankjewel. Alsjeblieft. Een hele knutselbox. Zo, en zo zijn we inmiddels alweer een paar uurtjes verder. Sterre en ik zijn nog eventjes in bed gegaan, hè? Wij hebben nog even gaan slapen samen, hè? Ja, oh, pas op je vat. Wij zijn eigenlijk om 8 uur viel Sterre bij mij op schoot in slaap. En toen dacht ik, ja, ik was ook al vanaf 3 uur eruit, omdat ik gewoon niet fit was, koorts en nog steeds verkouden. Dus ik dacht, nou, ik ga er ook gewoon maar in bed en dan neem ik haar wel mee en dan leg ik haar naast me neer. Nou, en dat was uiteindelijk 22:30 dat we eruit waren. Het is nu inmiddels bijna 23:30. We hebben even lekker gedoucht. En ik heb net even de post bekeken, want ik verwachtte een verjaardagskaart voor Bente. Want Bente is vandaag natuurlijk jarig. Mijn moeder had al gezegd dat ze een kaartje op de bus had gedaan. Dus die is binnen. Dus dat is superleuk. Dus die laat ik liggen. Die kan Bente dan vanmiddag uitpakken. Ja, dat is voor Bente. En toen zag ik ook nog een ander pakketje in de bus. En gaan we die even openmaken? Ik heb hem stiekem al even opengemaakt, want ik verwachtte eigenlijk niks. En ik heb hem opengemaakt en er zat een briefje bij voor Bente, Bo en Sterre. Veel plezier ermee, liefs. Van een trouwe volger. Echt super lief. Dus ik heb even graag gekeken wat erin zat. En Sterre was ook al helemaal enthousiast. Ik zei, we maken hem zo meteen samen open. Ja! Ja, ja, wil je helpen openmaken? Ja. Oké, okay, gaan we doen. 1. Ga eens kijken, wat zit erin? Ga je hem openmaken? Zullen we een toetje uit doen? Wat zit erin voor moois? 1. Zullen we hem even zo doen? Ja. Ja! Ho! Ja! Ho! Oh. Oh, oh, oh. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Wat is dat voor moois? Een kleurboek. Mijna. Oh, wauw. Echte prinsessen. Het voelt koud aan, hè? Ja, het is heel koud buiten. Ja. Wauw, daar kun je mooi mee knutselen. Zie je dat? Hier open. En wat is dit dan? Oh, een boekje van Poppy de Poes. Mau, ben je? En nog een kleurboek met stickers. Wauw, wat een verwennerij, dames. Hey. Zullen die andere meiden ook super tof vinden? Kijk, nog een kleurboek. En wat hebben we nog meer? Ik zal nog even laten zien. De Tina. Oh, zo leuk. Dit vindt Bente geweldig. Echt leuk. En een Donald Duck, zag ik al. Oh, dat is leuk. Ho, voorzichtig. Donald Duck Junior. Oh, kijk eens. Kunnen we mooi ook met Bo leren lezen verder. Oh, wat leuk. En deze is voor mij. Die eigen ik mezelf toe. De Libelle. Een Nederlands tijdschrift. Heerlijk om gewoon even lekker in te verdwalen. Zo blij mee. Super, mama. Dankjewel. Mama. Echt heel lief. Mama. Ik ga die meiden daar vanmiddag mee verrassen dat ze wat leuks opgestuurd hebben gekregen. Echt heel erg bedankt. Echt heel blij mee. Dat valt in de goede smaak. En Bent is natuurlijk ook jarig vandaag, dus het is een extra cadeau. Echt heel leuk. Dus nogmaals, dankjewel.
zitten we weer in de badjas. Het is niet zo'n hele boeiende vlog, merk ik, want er gebeurt niet heel veel. Er zijn geen grote verbouwingen of iets, maar dit is gewoon real life. Een real life soap, zo kun je het ook zien. Ik kom erachter dat ik dus nog steeds koorts heb. En we zijn net door school gebeld dat we Bente mogen gaan ophalen. Want Bente die heeft weer buikpijn. En dat was vorige week donderdag ook al. Hebben die ook uit school gehaald. Toen was Bo al thuis en die was toen al ziek. Toen hebben ze beide vrijdag thuis ook gelaten. En achteraf bleek bij Bente nog niet zo heel spannend te zijn. Bente zei, ik had wat buikpijn, maar ik was wat zenuwachtig. En ik maakte me eigenlijk een beetje zorgen over Bo. Dus eigenlijk wilde ik gewoon naar huis. Dus ik heb net eerst school even gebeld. Met de juf gekletst en dat uitgelegd. En zelf ook Bente even gevraagd. Goh, wat is er aan de hand? Ben je echt ziek? Of heb je gewoon, hè, is er iets gebeurd? Ik zeg, want dan mag je dat gewoon aan mij vertellen. En dan kan ik dat met juf bespreken. Hè, over 2 uurtjes dan ga je met de bus naar huis. Als er nou iets is wat we kunnen verhelpen. Hè, dan gaan we dat doen. Want papa kan niet zomaar weg van zijn werk. En ik heb geen auto, dus ik kan haar niet zomaar ophalen. Al doe ik dat met alle liefde, elk moment. Ik kan haar natuurlijk niet zomaar om elke scheet die dwars zit thuis laten. Dus ik heb dat gewoon even geverifieerd. En dat ze bleek echt niet lekker te zijn. En ze zegt, ik hou het echt niet meer vol, mama, tot zo lang. En wil je me alsjeblieft ophalen? Ik heb hoofdpijn en buikpijn. Dus nou ja, dat willen we dan wel doen. Dus nou ja, uiteindelijk met veel geappt tussen Jeroen en mij... toch voor besloten dat Jeroen wel weggaat van zijn werk en haar ophaalt en dus dan thuis brengt. En dan is het denk ik maar goed dat we haar morgen ook dan maar een dag thuis laten. Maar dan heb je het volgende probleem. Ik denk dan niet dat ik Bo naar school krijg. Die gaat dan niet alleen in de bus naar school. Ben ik bang. En die mag voor mij ook thuis blijven. Het is helemaal niet dat ik ze hier niet wil hebben. Ik vind het alleen maar gezellig. En als ik voor ze kan zijn op die manier is het goed. Maar ik kan ze natuurlijk niet zomaar thuis houden. Ze hebben hier ook gewoon schoolplicht en leerplicht. Dus ze moeten gewoon op school zijn. Als ze dat kunnen. En ik kan ze niet zomaar thuis houden. Dus een soort van dilemma. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Bente zich misschien niet lekker voelt. Want ik voel mezelf ook nog niet lekker. Ik heb dus ook nog steeds koorts. En zij kan nu wel aan de beurt zijn. Ik merk ook dat ik geen reuk, dat mijn reuk en mijn smaak weg is. Dus ik zat daarover na te denken, het kan ook maar zo COVID zijn. Want we hebben dat een keer eerder gehad met bijna het hele gezin. En toen was dat ook zo hevig aan de hand. Dus het is denk ik niet alleen maar gewoon een verkoudheid. Het is denk ik corona. En als Bente dat nu ook heeft, Bente heeft dat... zover wij weten, nog niet eerder gehad. Dan zal ze misschien ook min zijn. Want wij zijn ook echt wel... Ik nog steeds min. Jeroen is heel min geweest. Bo is natuurlijk heel min geweest. En ik klop even af. Sterren lijkt nog nergens last van te hebben. Dus fingers crossed. De meisjes zijn weer terug. En die hebben natuurlijk gelijk het pakketje wat we hadden gekregen. Wat ik al samen met Sterren een keer had uitgepakt. Opnieuw uitgepakt. Om even te kijken wat erin zat. Oh ja, en... een verjaardagskaartje van ik opa en oma. Ik heb deze jou gekregen en weet je wat erin staat? Ik wil graag tot mijn lieve... jee, toppertje. Gratis, dat betekent... verjaardag. Nee. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd in het Zweeds. Morfa. Papel. Dat betekent... oma. Nee, opa. Dat is dus... opa, ja. Opa. Dus de papa van de mama. Op betekent M. Mormor betekent oma. Ja, de mama van de mama. Dus een leuk kaartje. En wat vinden jullie van de cadeautjes die jullie hebben gekregen? Leuk. Kijk, dit is Tina. Superleuk, ja. Jullie mogen het openmaken. Ja. Het is speciaal voor jullie. Willen jullie nog iets zeggen? Nee. Dankjewel. Joke. Joke, ja. Superlief. Nou, daar vermaken ze zich wel mee. Oh, er zitten stickers in. Ja. Nou, zoals je kunt zien zijn de meiden weer thuis en zijn ze erg blij met alles wat ze hebben gekregen. Ik heb Bente even de temperatuur opgemeten. Ze heeft geen koorts.
Maar goed, ze zal misschien niet zo fit zijn. Dat kan. Dus we gaan er gewoon eventjes lekker rustig aan doen. En gaan lekker rustig de verjaardag vieren. En Jeroen heeft nog iets leuks om met jullie te delen. Komt-ie. Ja. Ik heb gesprek gehad bij de bakkerij. En ze willen me voor minimaal een half jaar houden. Gewoon voor 40 uur. Dus dat is top. Ja. Ik ben al even bij het hotel geweest om vervelende nieuws te brengen. Dat vonden ze inderdaad wel jammer, maar ze begrepen mijn keuze wel. Ja, omdat ze mij dus bij de bakkerij voor een langere tijd wat... hoe zeg je dat? Kunnen bieden en vaste uren. Ja. En bij dit hotel kunnen ze dat gewoon niet. Ze zegt, ik had het graag gedaan als het kon, maar... En ik vind het jammer, want je was waarschijnlijk een hele goede guide geweest. Maar je komt heel spontaan over. Dus nee, ik zeg dankjewel. Maar helaas. Ja. Nou ja, goed. Wel... Dat had me ook heel leuk geleken. Maar goed, ik moet nu met mijn verstand de keuze maken en niet met mijn hart. Nee. En daarbij heb je nou natuurlijk ook gezegd, hè, je bent altijd welkom, zei zij ook nog. Ja. Dat mocht je toch nog een keer in de gelegenheid zijn, er is ergens tijd of ze hebben iemand nodig, dan zeg jij van, wil ik best wel bijspringen. Wil ik helpen, ja. Inderdaad. En voor mij geldt ook nog steeds, zei ze, is je vrouw nog thuis? Want die kan ik ook wel gebruiken. Zou ik dat eventueel ook kunnen doen? En dan zouden we dat nu juist ook wel kunnen combineren. Want dan zou ik 's avonds iets kunnen doen als Jeroen 's morgens aan het werk is. Maar dan uiteraard niet voor 40 uur. Maar ja, dat zou eventueel kunnen. We gaan het zien. Dus dat was het nieuws wat we jullie wilden vertellen. Bij een verjaardag hoort natuurlijk verjaardagstaart. Bente heeft een lekker chocoladetaartje. Met een kaarsje erop en we gaan even voor de zingen. Welk liedje wordt het? Twee. Twee liedjes? Ja. Ja, welke dan? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag voor jou. Nou, blaas maar zo hard als je kan. Ja, goed zo. Goedemorgen. Zo, mijn haar ziet er gek uit. Ik voel mij echt een stuk beter dan gisteren. Dus ik denk dat gisteren zo'n beetje mijn ergste dag was. Ik ben nog wel heel erg verkouden, maar dat geeft niet heel erg. Dat komt wel goed. Ik heb er nog eentje thuis, Bente. Die hebben we gisteren opgehaald van school. Met buikpijn leek gistermiddag niet zoveel aan de hand. Maar die stond er vanmorgen bij als een dood vogeltje. Dat ik dacht, oké, laten we jou nog gewoon even rustig een dagje thuis houden. Ik zeg maar, dan doen we ook rustig. Gaan we geen gekkigheid uithalen. Je mag natuurlijk wel even naar buiten. Als je dat wil. Maar goed, wie wil dat? Het is min 28. Dus ja, en ik zei, ik wil eigenlijk wel even naar buiten. Dus ik ga nu even gauw een rondje lopen. Sterre die heeft een flesje, die zit even televisie te kijken. En Bente is even aan het kleuren. Ik loop even gauw een rondje hier door de tuin. Even frisse neus aan, want ik ben gisteren ook niet buiten geweest. Maar Bente is dus thuis. Sterre heb ik natuurlijk bij mij. Jeroen is weer aan het werk. Bo is wel naar school, dus echt super dapper. Dat ze alleen in de bus stapt. Ik ga even met Jeroen overleggen of hij haar mee kan nemen, dat ze niet met de bus terug hoeft. Want dat vond ze wel spannend. Welke bus moet ik dan? Hè? Dat doet ze eigenlijk altijd samen met haar zus. Ik zei, misschien kan je een papa jou wel meenemen. Ik zeg, dat wordt dan ongeveer net zo laat als dat je normaal met de bus zou gaan. Dus het wordt wel gewoon een normale lange dag dan. En dat was verder geen probleem. Ze heeft vandaag een Engelse les. Er komt een stagiaire die komt de kinderen een speciale Engelse les geven. Dus dat is echt heel leuk. Daar had ze ook wel zin in. En ze mag om 12 uur naar de schooldokter. Schoolzuster. Hoe moet ik dat zeggen? Schoolzuster. Ja, moest er een afspraak voor inplannen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat ik jullie vanmiddag wel even weten hoe dat is geweest. Ik ga even gauw een rondje lopen door de tuin. Twee doosjes. Zaterdag gekocht. Nu alweer leeg.
Op zich zijn het wel fijne tabletten, want je kan ze in het water doen en dan lossen ze op. En ze hebben een soort van smaakje, dus ze zijn ook niet heel vies. Maar we hebben ze echt non-stop geslikt. Ik ga nu even kijken of ik even wat zonder kan. Ik ben natuurlijk al wel beter wakker geworden, dus ik denk dat dat ook wel goed komt. En ik ga even gemberswatjes maken, want daar hadden we zaterdag ook voor opgehaald. Maar ik had echt geen zin om dat te maken. Dus ik ga even gemberswatjes maken. Die even tot mij nemen. Flinke boost, vitamine C. Ik ga de puinzooi opruimen. Ik heb vanmorgen al de was opgevouwen. Dus dat scheelt. Dat was ook een hele hoop. Ik heb ook alweer de middelste wasmand vol, dus ik ga ook weer even wassen. En ik heb natuurlijk de twee meisjes hier, waarvan ik Bente deels moet verzorgen. Even kijken hoe het gaat. En misschien dat we nog heel eventjes naar buiten kunnen straks. Ligt er even aan, want het is echt heel erg koud. En als je niet helemaal lekker bent, dan is dat misschien niet heel fijn. Dus we gaan even kijken of dat lukt. En ik hou jullie op de hoogte. Jeroen is van de week natuurlijk even bezig geweest om in de kelder te kijken of we het daar warm genoeg kunnen houden. Zodat de leidingen niet bevriezen. Het is daar plus 4 geloof ik, iets meer. Dus dat is op zich wel goed. Hij heeft daar nu de kacheltjes een beetje aangestoken, zodat het ook boven 0 blijft. Want anders hebben we straks een bevroren waterleiding en dan kunnen we niet zo heel veel meer. Nou ja, kunnen we niet zoveel meer. Dan hebben we gewoon geen water meer. Dan gaat de boel stuk. Dus dat willen we niet. Dus daar is het boven 0 en daar hou ik even goed in de gaten zo gedurende de dag. Want het is nu nog steeds min 28 of het dus boven 0 blijft. Ondertussen ben ik eventjes de noedels aan het maken. Bente die had wat honger. Ik zeg nou, ik maak wel even wat noedels, want er zijn echt bijna geen boodschappen meer. Dus Jeroen gaat vandaag even de voorraadkast aanvullen. Die rijdt langs de winkel op de terugweg. En verder ligt Sterre even te slapen. Kijk maar, wat schattig. Die is bij mij in slaap gevallen. Waardoor ik haast bezweek. Dat gevoel viel mij best zwaar. Maar dan de stress van... Bent kijkt even een film. Of tenminste, we keken net samen even een film. Maar Bent zit nog even lekker. En de noedels zijn klaar, dus die ga ik even in een bakje doen. Kunnen we even eten. Het is 10:30, dus het is nog niet zo heel laat. Maar normaal gesproken gaan ze rond deze tijd ook eten op school. Dus ik snap wel dat ze enigszins wat honger krijgt. En nou ja, we hadden natuurlijk ook heel vroeg ontbeten. Dus we gaan even lekker wat eten. Wat heb jij gedaan? Gedoucht. Gedoucht, hè? Even lekker met Bente gedoucht. Koud. Heb je het koud? Oh, gauw aankleden. Kom, gauw. Go. Net eventjes beneden gecheckt. Kijk, we hebben het hier helemaal afgesloten. Tenminste, dat had de oud-eigenaar al ook altijd gedaan. Afgesloten met van die platen om de kou zeg maar een beetje hier weg te houden. Maar ik heb gekeken, het is nu 9,1 zegt hij binnen. In de kelder, dus dat is prima. Het hoeft daar ook niet te warm te zijn. Maar in ieder geval warm genoeg dat de waterleiding niet bevriest. En ik begreep gisteren ook van Jeroen dat hij, toen hij dus ging kijken bij die kachtjes, dat hij een lekkage had gevonden. Van hij drupt bij de warmwaterleiding. Waarschijnlijk moet er net even iets aangedraaid worden. Dus, maar Jeroen zegt, daar had ik gisteravond geen zin meer in. Dat ga ik nu nog wel doen. Dus ik heb even gecheckt. Dat drupt inderdaad heel zachtjes. Maar dat moet wel even nagekeken worden. Maar is niet erger geworden of zo. Dus dat is ook gecheckt. Temperatuur is gecheckt. Ik ga even douchen. Het is 4:30. Het is alweer pikken donker buiten. Maar ik ga even douchen. De vlog is klaar voor morgenochtend. Jullie hebben hem dan natuurlijk al gezien. Maar daar ben ik vooral vanmiddag mee bezig geweest. Die meiden hebben zich prima vermaakt met z'n tweetjes. Eigenlijk, Bente gaat goed. Net nog even getemperatuurd. Geen koorts meer. Ze heeft wel nog heel erg hoofdpijn. Maar goed, het kan ook van de verkoudheid komen. Dus ik zeg gewoon maar even rustig aandoen. Geen schermpje. Ze is even gezellig aan het kleuren met Sterren. Ga ik even gauw douchen. Voordat Jeroen en Bozo meteen thuis komen. Lekker even gedoucht. Ik verwacht Jeroen eigenlijk zo elk moment thuis met Bo. En wij zijn ondertussen even buiten sleeën, hè?
Moet ik nog even een keertje sleeën? Sterren? Ja. Gaan we nog een keer sleeën? Ja. Het is koud, jongens. Maar de temperatuur gaat van vandaag min 26 naar morgen min 6, geloof ik. Er komt sneeuw aan, dus dan wordt het gewoon niet zo koud. Dus dat is ook wel even lekker. Dikke pak sneeuw erbij. Lekker, mijn jongen. En Tappo is weer thuis. De kar volgeladen met allemaal boodschappen. Dus die gaan we even lekker uitladen. Oh, hele zware tassen. Maar goed. Alles weer op voorraad straks. En een pakketje wat ik had besteld bij Temu. Is ook binnen. De thermo leggings. En de thermo sokken. En dat soort shizzle allemaal voor die meiden. Ook allemaal binnengekomen. Dus we gaan even uitpakken. Bo is natuurlijk naar de school verpleegkundige geweest. Een soort van consultatiebureau eigenlijk. Zo moet je het zien, denk ik. Ja, ze doen namelijk de vaccinaties. Hoe was dat? Nou ja, op zich prima. Ze doen dat eigenlijk als de... Voor de kinderen die naar de voorschoolklas gaan. Straks in de tweede nog een keer. En dan in de vierde nog een keer, geloof ik. Wat ik begreep. Mm. Doen ze gewoon een check. Gewoon gehoortest, oogtest. Lengte, gewicht. Vragen hoe ze het op school vinden. Hoe de klasgenootjes gaat. Hoe ze voelen als ze op school aankomen. Hoe het met de bus gaat. Okay. Dus dat. En vaccinatie. Wat ze hebben gehad aan vaccinaties. Hoe het eten gaat. Oh, zo. Dus een beetje standaard. Zouden we eigenlijk van Nederland even moeten hebben. Gaat het? Ja. Oh. Bente moet ook nog. Omdat ze ook haar gegevens willen hebben. Volgens mij heb ik een oproep gehad van Bente, maar dat weet ik niet zeker. Nou, moet ik kijken. Nou, top. Wat gaan we doen, Jeroen? We gaan even opwarmen. We gaan opwarmen. Nou, niet dat het hier binnen koud is. Maar we zijn inmiddels allebei koortsvrij. Dus we mogen weer. We mogen in de sauna. En dat is wel even lekker om die verkoudheid eruit te zweten. Dus we gaan... Jeroen heeft de sauna opgestookt. We hebben net de vlog gecheckt. Dus die is nu aan het uploaden. Dus we kunnen lekker in de sauna. Die meisjes liggen lekker te slapen. Het is buiten nog steeds erg koud. Min 26 zei hij nog, hè? Maar vanaf morgen wordt het iets warmer. Dan gaan we richting de min 6, geloof ik. Wat ze zeggen. En dan komt er dus ook een beetje sneeuw aan. Dus wij gaan naar de sauna. Even kijken hoe warm die is. Ik zag net trouwens ook een melding dat er weer kans was op Noorderlicht. Maar ik zie nog niks. Jij? Nou, dat was een melding. Ja. Brrr, koud. Oh, het is echt, echt niet te doen koud. Maar we zijn er. Het is gelukkig niet zo heel ver lopen. Dus spullen uit en gaan met die banaan.